Ze kwamen met bussen vol uit België. Na een serie kijkdagen in Gent en Amsterdam was gisteren de veiling van schilderijen, tekeningen en boeken. Allemaal gemaakt door een van Vlaams meest veelzijdige kunstenaars, de 3 jaar geleden overleden Hugo Claus. En ik ben benieuwd, wat doet een Claus op de veiling? Wie biedt er meer? 11.09, 200 euro wordt hiervoor gevraagd. 200 euro slechts voor deze ingelijste ets. Niemand. Als je Hugo Claus verzamelen zegt, dan zeg je Gert-Jan Hemmink. Omdat hij eigenlijk nog veel verder gegaan is dan de meest fanatieke verzamelaar. Want als hij iets niet had, dan ging hij dat samen met Claus uitgeven. Nou, hier staan we dan, tussen midden van alle werken die geveld gaan worden. En heel veel beeldende kunst, terwijl de meeste mensen kennen natuurlijk gewoon als schrijver. Dat is een beetje gedachte, hè, dat Hugo Claus de grootste dichter van de tweede helft van de vorige eeuw is en de grootste romanschrijver. Maar hij is natuurlijk veel meer, hij is een alleskunstenaar. Ik denk dat de meeste mensen Hugo Claus kennen van Het verdriet van België. Hij heeft zelf ook als het grootste werk gezien. En dit is dan een deluxe editie. Er zijn dus 4 exemplaren van gemaakt. Maar het aardige is dat hij hier dus met zichzelf in de weer is als een beeldend kunstenaar. Dus je hebt Het verdriet van België. Maar daarnaast zie je dus ook de kunstenaar aan het werk. En het is helemaal van leer? Ja, het is helemaal van leer. Door een meesterbinder in elkaar gezet. Vandaar dat er maar 4 exemplaren van zijn. Is toch voldoende? 1 voor de auteur, 1 voor de uitgever, 1 voor degene die het bedacht heeft en 1 voor de binder. Denkt u, wat gaat het opleveren? Ik heb geen idee. Over prijs weet ik niks. Nee? Nee. Maar Claus is nooit goedkoop geweest. Nog als kunstenaar, nog als auteur. 4.000 voor Het verdriet van België. Magnum opus van Claus. Met het prachtige zelfportret er gewoon bij. Waar is het allemaal mee begonnen? Ik was 15 jaar en ik groeide op in een provinciestadje. En daar had je openbaar bibliotheek. En ik las daar een boekje, het heet Natuurgetrouw. En daar stond een verhaal in. Een overtreding, 22 regels. Maar ik fietste lekker door, was de laatste regel. Dat vond ik zo geniaal. Het was geschreven door ene Claus, met een C geschreven. Ik dacht, daar wil ik meer van weten. Dat ik ga meneer Claus een brief schrijven. En daar kreeg ik een hele leuke brief op terug. En een paar jaar later vroeg hij of ik zin had om hem te ontmoeten. En toen dacht ik, dit is het geluk. Zo'n vrouw, zo'n kind en zo'n talent. Dit is het leven. Daar zou ik ook wel een stuk van mee willen hebben. Als je bedenkt waar zijn oorsprong ligt als beeldend kunstenaar. Zijn vader was drukker en die had heel veel boeken die in beslag waren genomen door de Duitsers, dus verboden kunst. En dat waren die surrealisten, dat waren die, ja, al die verboden, een beetje woeste kunstenaars. En als hele jonge jongen heeft hij daar, als in een snoepwinkel, in een paradijs, heeft hij gekeken. Ik denk dat dat hem als kunstenaar enorm gevormd heeft. Wat is nou echt een topstuk in deze collectie? Ja, dan denk ik toch eerst aan het Cobra-schilderij. Dit is het moment dat hij eigenlijk gelijk optrad met de grote jongens, Appel, Corneille, Constant, van de Cobra-beweging. En er is vrijwel niets van overgebleven. En dit is echt het Cobra-schilderij van Hugo Claus. Volslagen uniek. Dan gaan we nu wel naar 1141. Hugo Claus was natuurlijk vooral ook schrijver. Nou, hij is natuurlijk links en rechts ingehaald. Kunnen we hem wel beeldend kunstenaar noemen? Dat is ook een beetje zijn frustratie. Hè? Hij zat in de jaren 50 in Parijs met de Cobra-groep. En hij heeft gekozen om schrijver te worden. En hij heeft later altijd de vraag gesteld, wat als ik nu ook schilder had geworden? Hij had die richting uitgegaan van de Cobra-beweging. En dat is altijd zo wat zijn frustratie gebleven. Van dat hij enkel en alleen erkend wordt als schrijver, maar niet als beeldend kunstenaar. Ik ben begonnen als schilder. Ik dacht dat ik een schilder zou zijn. En ben ook naar de academie geweest van beeldhouwkunst. En dan in één keer heb ik ontdekt dat ik geen talent had. Althans, dat ik niet voldoende talent had om het zomaar te doen zonder mijn hele leven eraan te wijden. En dat wilde ik niet. Niet dat ik zo'n groot talent voor schrijven heb, maar dat had toch mijn voorkeur. Claus was iemand met enorme zelfkennis. Hij ontdekte na een tijdje dat zijn vrienden, mag je wel zeggen, zijn vrienden kunstenaars, veel beter waren in het beeldende werk dan hij ooit zou worden. Dus toen heeft hij zich weer meer op het schrijven toegelegd, maar heeft het schilderen weliswaar laten vallen, maar het tekenen, dat heeft hij nooit achter zich gelaten. Ik ben een dilettant, een hobbyist, die, omdat het mij behaagt, gewoon naar gelang, de abstractie of de concretisatie, gewoon doet wat zijn impuls hem ingeeft. Vandaar dat ik geen serieuze schilder ben. En ook niet als dusdanig wil bekeken worden.
17.500, nu aan de telefoon geboden. Niemand meer dan 17.500. Moet het niet bij elkaar gehouden worden? Is het niet eng om nu een deel... Maar om de Vlamingen te citeren, het is one by one verzameld. Dus dan is het ook aardig om het weer one by one, één voor één, op de veiling te brengen. Eigenlijk zou er een museum moeten zijn die zegt... nou, geef mij maar eens een fors deel van die collectie... en ik ga dat toch eens inventariseren. Ik ga dat laten zien, ik laat dat duiden... en laat dan de tijd zijn werk doen om nou ja, hem te laten zien. Ik denk dat het zonde is als hij alleen maar verstopt is in... donkere spelonken bij mensen thuis. Maar heeft u geen boze Belgen die zeggen, hou het bij elkaar? Ja, natuurlijk, maar dat zijn mensen die nog nooit een boek geschonken hebben. Schenk het toch, aan wie dan? Dat weten ze natuurlijk niet, dat is een tegenvraag. Maar daarna zeg ik, dat zijn mensen die altijd die dit soort dingen roepen. Het moet voor de wetenschap behouden blijven. Dat zijn altijd mensen die zelf nooit iets gepresteerd hebben op het gebied van verzamelen. Ja, die roepen alleen maar wat verzamelaars zouden moeten doen. Hier zien we dus een schitterende tekening van Corneille, met een schitterende tekst in handschrift van Claus erbij. Maar dit bent u straks kwijt? Ja, ben ik straks kwijt, ja. Ja. Maar het scheelt er natuurlijk wel enorm in ruimte in de kast, laten we wel zijn. Dat is een vrij grote cassette. En op die plaats kunnen toch weer een aantal boeken staan. Niet? Weet ik veel. Ik denk, dit is het enige werk. Dat lijkt me vreselijk. Heeft u er niet over moeten twijfelen om deze dan ook voor de veiling ter beschikking te... Maar er is een tijdperk afgesloten. Hugo is overleden in 2008... Dus mijn verzameling is eigenlijk op dat moment ook beëindigd. Dan gaan we nu naar 2019, een van de toplots van deze veiling. Voor dit kavel begin ik met €26.000. €26.000 aan de telefoon. Niemand meer dan €26.000.